Hey, wat fijn dat je kijkt. Ik ben Mira Loes en ik wil graag iets delen vandaag over het creëren van liefdevolle relaties en fijne verbindingen. En daarmee bedoel ik niet alleen maar romantische relaties, maar ook in vriendschap, in contact met je collega's, je familie, noem het maar op. Elk soort verbinding met een ander mens. En daarin heb ik voor mezelf één gouden regel. Het fundament dat. Als ik je één ding mocht laten zien over hoe je fijnere verbindingen kunt creëren in je leven en hoe je minder kunt worstelen met conflicten en uitdagingen in relaties, dan is het dit. Namelijk, in een relatie tussen twee volwassen mensen is er niet 100% verantwoordelijkheid die tussen de partijen verdeeld kan worden, maar 200% verantwoordelijkheid. En het geheim voor liefdevolle, harmonieuze, fijne verbindingen waar je naar verlangt, is om in elke situatie jouw volle 100% verantwoordelijkheid te nemen. En dat is de allermooiste, meest helpende, regel, als het ware, die je voor jezelf kan toepassen. Het is ook de allerpittigste. Want zeker op het moment dat je conflicten ervaart in een relatie, dat het niet helemaal lekker loopt, dan is het heel makkelijk meestal om te zien waar de ander verkeerd zit, of waar het gedrag van de ander storend is, of waar je zou willen dat die ander anders was. En dat geldt op het moment dat er bijvoorbeeld ruzie is en dat je denkt, oh, als diegene nou wat meer zo en zo of wat minder dit en dat deed. Maar het gaat even goed op het moment dat je misschien juist een afwezigheid aan contact ervaart en dat je bijvoorbeeld misschien denkt, als er maar meer van dit soort mensen in mijn omgeving waren of als de mensen met wie ik date maar iets meer zo en zo waren, zodat ze een geschikte liefdespartner waren. Het is makkelijk om te zien aan de buitenwereld wat er niet goed is. De belangrijkste tip die ik je wil meegeven is om op het moment dat er iets schuurt op relatiegebied in je leven, om die projectie op de buitenwereld en de oordelen en de overtuigingen over wat er anders zou moeten zijn, even te laten voor wat het is. We hoeven niet te zeggen dat het jouw schuld is, we hoeven niet te zeggen dat het de ander zijn schuld is, maar om eerst naar binnen te keren en jouw innerlijk werk te doen met de situatie. Want hoe het ook precies zit en wat er misschien ook daadwerkelijk niet kloppend is aan het gedrag aan de ander, jij bent in deze situatie en dus is er hier een stukje dat jij voor jezelf mag uitzoeken. Hoe doe je dat? Ik heb daar drie stappen voor. De eerste stap is, nou ja, stap 0 is wat ik hiervoor al zei, om je af te zonderen uit het contact en naar binnen te gaan met de situatie in plaats van in het contact te willen uitzoeken. En als je dat doet, dan is vervolgens de eerste stap om de situatie helemaal binnen te laten. Alles wat het in jou oproept, helemaal te doorvoelen en erin mee te bewegen. Vaak willen we in protest op het moment dat iets moeilijk loopt in ons leven, maar in plaats daarvan kan je ermee meebewegen. Vervolgens ga je door het meebewegen ontdekken wat is mijn persoonlijke uitnodiging in deze situatie. Wat wordt er van jou gevraagd in dit moment? Wat mag jij bijvoorbeeld in jezelf helen? Wat mag er in jou getransformeerd worden? Wat zit er in jou waardoor je of in deze situatie bent of die wrijving ervaart met de situatie? Er is in elk moment waar je iets onprettigs ervaart in je leven, waar iets niet helemaal kloppend voelt, is er uit te zoeken wat is dat stukje onwaarheid? Wat is dat stukje dat niet helemaal kloppend voelt? En als je daarmee aan de slag gaat, in plaats van te focussen op alleen maar wat er aan de buitenwereld anders zou moeten zijn, dan kan je daadwerkelijke transformaties voor jezelf creëren. En de derde stap is om dan vervolgens te reageren, te handelen vanuit je ware zelf in de situatie. Dus zonder het stukje onwaarheid, zonder die schuring, die wrijving, maar echt te gaan leven wat voor jou klopt in het contact. En dan zul je merken dat je of weer harmonieus met iemand samen kan zijn. Of dat je gezamenlijk vanuit liefde, en soms niet zo gezamenlijk natuurlijk, soms is het nodig om een grens te trekken. Maar dat jij in ieder geval van binnen liefdevol en harmonieus kan zijn wanneer je zegt, oké, dit contact past niet meer in mijn leven. Alle dingen die omhoog komen in relaties zijn te helen door naar binnen te keren. Dat wil niet zeggen dat er geen praktische actie nodig is. Zoals ik net al zei, soms kan dat betekenen dat je naar binnen keert en dat je voelt, hé. Wat er mist is dat ik een duidelijkere grens mag zetten en dat ik dit soort mensen niet meer in mijn leven wil binnenlaten. En dat is ook helemaal oké. Maar doe eerst het naar binnen keren en kijken wat mag er in mij weer in harmonie komen,
voordat je de praktische stap in de buitenwereld zet waar je besluit of je bijvoorbeeld wel of niet met iemand in verbinding wil zijn en in welke vorm. Dat is mijn gouden tip die ik vandaag met je wilde delen. Natuurlijk is dit makkelijker gezegd dan gedaan. En misschien is dit wel een jarenlange oefening. En als je het fijn vindt om hier wat meer begeleiding in te krijgen, weet dan dat dat bij mij mogelijk is. In de cursus die ik voor mijn lichtacademie studenten heb gemaakt, begeleid ik mensen door deze drie stappen heen. En geef ik je bij iedere stap uitgebreidere uitleg, voorbeelden om je te laten zien van waar hebben we het nou precies over. En meditaties en oefeningen om ieder van de stappen in de praktijk te brengen. En het is super fijn en zoveel behulpzamer en makkelijker om zo'n proces als dit met dat soort begeleiding te doen. Met wat handvatten die je kunnen laten zien, oké. Dit zijn de stappen die je zet. Bovendien hebben we in de Lichtacademie een ondersteunende community van andere mensen op dit pad. Die met je mee kunnen kijken naar, hey, waar zit dat stukje onwaarheid bij jou? Want het is vaak veel makkelijker om van een afstand naar die ander te kijken en te zien waar bij een ander de patronen, de blinde vlekken, de negatieve overtuigingen zitten, dan bij jezelf. Zelf zien we niet onze eigen blinde vlekken. Dus als je interesse hebt in wat meer begeleiding op dit gebied, weet dat je van harte welkom bent om een kijkje te nemen bij de Lichtacademie. En dat kun je doen op www.lichtacademie.nl. Heel veel liefs en ik wens je nog een heel erg fijne dag.